Je was aanvoerder vanavond, Joey, maar het heeft niet een overwinning opgeleverd voor NEC. En dat moet toch balen zijn? Ja, zou wel mooi zijn als ik dan aanvoerder word dat we dan in één keer wedstrijden zouden gaan winnen. Dan zouden we het misschien elke wedstrijd doen. Maar nee, ja. Ja, wel teleurstellend, maar ik bedoel, ja, je kan jezelf alleen verwijten dat je het niet afmaakt. Hun zijn één keer in de 16 geweest en dan weet je, ja, hun krijgen altijd één kans. Nou, die was vandaag raak. En dan blijf je drukken en probeer je een goal te maken. Maar die valt dan niet, ja, dan blijft het 1-1. Jack, dit moest het begin worden van een nieuwe periode, letterlijk en figuurlijk. Is het het begin geworden, ondanks het resultaat dat je van tevoren gehoopt had? Ja, begin sowieso, hè, want het was het begin van de derde periode. Qua resultaat ben ik wel teleurgesteld, moet ik zeggen. En iedereen. Maar ik heb wel gezegd van probeer op een andere manier naar huis te gaan vanavond. Want ja, uiteindelijk moet je die wedstrijd winnen, verdien je die wedstrijd winnen. En doe je dat niet. Dat is even zuur. Even terug naar het begin. Je bent niet alleen aanvoerder, maar je speelt ook eigenlijk een beetje op de plek waar NS veel speelde. Wat meer aanvallend. Beviel dat jou goed? Beviel het team dat ook goed? Ja, dat weet ik niet. Ik denk gewoon dat het ook een beetje noodgeboren is. Maar ik heb er wel vaker gespeeld, maar toen was ik nog wat jonger. Maar ik kan daar spelen, weet je wel. En ik heb niet zo'n verfijnde techniek als anders, weet je wel. Alleen ik kan wel proberen het beste ervan te maken. En ze zie je maar als je gewoon een keer een bal hard voor de goal slingert, dan kan hij er zomaar in gaan, weet je wel. Dus dat zat dan even mee, gelukkig. Geef de goal maar gewoon aan jou, hè? Nou, ik weet niet of ik hem krijg, maar ja, het maakt ook niet uit. Ik ben al lang blij dat we dan voorkomen, weet je wel. Alleen dan heb je heel veel de bal, maar kom je eigenlijk tot weinig echt hele grote kansen of zo. Je hebt wel druk, dus ja, dat is dan weer een puntje van aandacht, maar goed, ja. Waarom lukt het dan uiteindelijk toch niet? Het is misschien een retorische vraag, want het zijn iedere week alweer een beetje dezelfde factoren, maar waardoor lukt het vanavond net niet? Nou ja, ik denk dat je goed aan de wedstrijd begint, dat je druk op Telstar hebt voetballend en dat je niet in de problemen komt. Je komt met 1-0 voor vanuit een spelervatting, goed kort genomen door Joey van den Berg zoals afgesproken. Daar verrassen we mee. Ja, spelervatting van Telstar levert de 1-1 op. Ja, dat mag niet gebeuren. Daarna hebben we nog een aantal kansen gekregen die je dan niet verzilvert. Je moet wat geluk hebben. Hè. Een team dat op zoek is naar vertrouwen heeft af en toe een keer een zetje in de rug nodig. Dat hadden we niet. Geen geluk met wat spelervattingen van onze kant voorlangs. Een bal op de paal, twee keer volgens mij. Okita en Druif, die wel vanuit buitenspelpositie. Een bal van de lijn nog, van Druif? Een bal van de lijn van Druif. Ik wilde niet dat excuus gebruiken, maar ja, bij Ola was het toch echt een zuivere penalty waar die vastgepakt wordt op het moment dat hij voorbij is. En de scheidsrechter beslist anders. Is dat dan een geval als je gifbeker? Moet dan helemaal leeg? Zit je zo dan ook op in de dugout? Nou, als die helemaal leeg was geweest, dan had die vrije trap van Telstar in de 88e minuut misschien nog erin gegaan. Dan had die beter gepast. Maar ja, het is wel zo dat je ziet dat we op zoek zijn naar vertrouwen. En de reeks die we achter de rug hebben, ja, dat gaat niet in de koude kleren zitten bij niemand niet. Zo simpel is het. En daarom was ik eigenlijk wel blij met het wedstrijdverloop. Hè. Hoe je zag dat wij in ieder geval aan de bal het overwicht hadden. Dat we redelijk konden voetballen. Soms wat slordigheden, maar ja, dat hou je altijd. Alleen is het jammer dat je zelf niet beloont met 3 punten. Is het wel NEC een beetje in een notendop dit seizoen? Je komt op voorsprong en dan zie je eigenlijk in die ene tegengoal meteen het broze vertrouwen. En daarna weinig kansen, maar wel de betere ploeg zijn of in ieder geval het meeste balbezit hebben. Is dat NEC in een notendop? Ik vond zeg maar, natuurlijk na een tegengoal ben je altijd eventjes een beetje in shock of wat dan ook. Maar ik vond wel dat we begin van de tweede helft wel echt wel druk op ze hadden. En dat we ze echt wel bij de strot hadden. Alleen die bal die valt niet goed, weet je wel. Dan logisch, naarmate de wedstrijd vordert, ja, dan gaan hun natuurlijk nog verder terug. Kijk, we hadden heel veel ruimte met Leroy op de back. En daar viel heel veel uit te halen. Alleen ja, dan valt die goal niet, weet je wel. En dat is gewoon zuur. We praten nu nog vrij nuchter over. Dit had eigenlijk wel de nieuwe start moeten zijn, hè? Die derde periode met 3 punten starten. Wat nu is dan de logische vervolgvraag? Nee, ja, gewoon doorgaan. Ik heb echt wel een positief gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. En het is zonde dat je hem niet wint, maar ja, een punt is ook alweer een tijdje geleden. Dus je moet wel blij zijn met dingen die je nu krijgt en waar je ook zelf voor hebt gezorgd. Weet je wel. En, dat de punten van verbetering zijn en dat het altijd dat je altijd probeert om progressie te maken. Ja, dat moet er ook in blijven en daar gaan we weer aan de slag weer. Ja, dankjewel. Hè.
Kortom, stijgende lijn toch wel te pakken, ondanks het resultaat. En dan volgende week weer met een selectie aan de slag die wat groter is. Gaan bijvoorbeeld Darje Atjebar, natuurlijk Van Eijden, er weer bij komen al? Of is dat te vroeg? Ja, daar ben ik niet mee bezig geweest. We hebben de focus gehad op deze wedstrijd. En die is net een half uurtje afgelopen. Dus daar gaan we weer over nadenken. Succes komende week. Dank je.